Er zijn wolkenvelden boven Nederland, maar naarmate de dag voor het breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Het blijft overal droog en de temperatuur die loopt op naar zo'n 2 tot 3 graden vanmiddag. Vanochtend is het nog wel koud met hier en daar lichte vorst. Er zijn zoals gezegd wolkenvelden, maar vanuit het zuiden en vanuit het noorden breekt de zon steeds vaker door. Waar het matige oostenwind die het wordt gevoel nog een stukje kouder maakt. Vanmiddag dus zo'n 1 tot 4 graden, de hoogste temperaturen in Zeeland. En vanavond dan komen er steeds meer opklaringen. In een groot deel van het land gaat het dan licht vriezen. Alleen aan zee kan de temperatuur nog net boven het vriespunt blijven. Vannacht gaat het matig vriezen landinwaarts met minima rond de min 5. Morgen wordt het een mooie zonnige dag met smiddagstemperaturen tussen de 1 en de 3 graden. Alleen het zuiden en ook het noorden is wat gevoelig voor bewolking. Daar kan het met de zon een beetje gaan tegenvallen. Woensdag wordt het een mooie zonnige dag na een koude nacht met opnieuw matige vorst. En op donderdag zien we wat meer bewolking. De wind die is dan gedraaid van oost naar zuid. Overdag wordt het dan ook weer wat zachter en dat geldt ook voor de vrijdag met misschien wel een wintersbuitje aan zee. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.